met de kwartfinale zit, met een thuiswedstrijd voor de Boeg, dan, uh, dan gaat het wel een beetje leven, dus uh, dan noemen ze cupkoersen. Ja, want dat is toch een uh, bijzondere wedstrijd, een andere wedstrijd dan alle andere. Ja, het is gewoon een andere competitie en dat is het uh, belangrijkste. En je bent vrij ver nu in die competitie en je weet, uh, het, is, uh, het is alles of niks. Dus morgen moet er een winnaar komen en win je, dan, uh, ja, dan zijn er nog maar vier ploegen over. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen wat het is om beker succes te ervaren. Jij weet wat het is. Hè? Ja. ja, het is prachtig. Voor de club is het gewoon echt prachtig. Voor de supporters is het mooi. Voor de spelers is het mooi. Dus ja, dat, daar moet, je moet alles nastreven wat je kan doen om een prijs te winnen. En dit is voor Willem II de enige prijs. Ja, morgen gaat het erom dat we met heel veel energie gaan spelen om die, om die wedstrijd gewoon te winnen. Roda wordt een lastige ploeg voor ons. Moeilijk te bespelen. We hebben hier vaker al gezien tegen ploegen uit het, uit het rijtje. Ja, die zakken toch wat verder terug, maken de ruimtes heel klein voor ons, is moeilijk om te voetballen, moeilijk om snel doorheen te komen. En dat soort ploegen zullen veel op de counter spelen. Ja, daar hebben we, best lastig, hebben we best lastig mee, dat is dit seizoen al gebleken. Dus dat zullen we gewoon morgen eerst gewoon goed voor elkaar moeten hebben. Uh, restverdediging moet goed staan, veel aanvallen, veel druk op Roda, uh, proberen veel uh, via de zijkant door te komen en zo die wedstrijd winnen en wat er daarna gaat gebeuren zien we dan wel weer. Ja en niks reserveren, niks sparen omdat er daarna drie hele belangrijke competitiewedstrijden volgen. Ja dat, dat, dat je kan je niet sparen als je in zo'n competitie zit op dit moment kun je niet sparen. Hè. We moeten wel slim zijn in de, in de spelers die we opstellen. Hè. Dus daar moeten we wel over nadenken, maar we zullen gewoon met onze sterkste ploeg spelen. Alleen uiteindelijk eh, zullen we in de wedstrijd tegen Sparta daar misschien wel rekening mee moeten houden. Ja. Wordt dit nu tot carnaval een beetje ja, de periode van de waarheid voor Willem II? Het kan het seizoen maken, het kan het seizoen deels ook breken. Ja, nou, dat is ook zo bij hele belangrijke wedstrijden die er nu aankomen: bekerwedstrijd waarin je verder kan, een paar competitiewedstrijden tegen ploegen die om je heen staan, concurrenten waar je goed door moet komen. Dus ja, zeker een belangrijke maand voor ons. Succes tegen Roda en uh, ja, een bekervervolg. De Kuip die lonkt, dat zou toch wel lekker zijn. Dan zou de club ook een goede boost geven. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Maar uh, wedstrijd voor wedstrijd. Dus uh, de Kuip, uh, we zien hem heel in de verte, maar zover is het nog langer niet.